Goeiedag. De nieuwe 30-daagse. We gaan eens kijken wat de trend is voor de komende 4 weken. Een mooie lentefoto op de achtergrond. Koolzaad dat in bloei staat. Maar echt lenteweer, ja, dat hebben we nog niet heel veel ervaren. En zaterdag, de dag dat het ruim boven de 20 graden gaat worden, dat lijkt ook een uitzondering te zijn. Want daarna is het weerbeeld toch echt wel weer wat wisselvalliger. Maar misschien later in de maand en ook begin mei dat het weerbeeld wat stabieler gaat worden. Want daar is nu nog geen sprake van. Zeker niet als je dit soort depressies op de oceaan ziet. Storm Kathleen ligt hier ten noordwesten van Ierland. Zorgt dit weekend voor heel veel wind in Ierland en ook in Schotland. Maar zorgt ook voor die zuidelijke stroming boven ons land, waarin die zachte lucht vanuit Zuid-Europa wordt aangevoerd. En daarom die hoge temperaturen. Maar die stroming wordt weer meer zuidwest. En dat betekent dat we toch langzaam maar zeker weer een zonale stroming gaan krijgen. En dat zet de deur open voor storingen die vanaf de oceaan ons land kunnen gaan bereiken. Komende week ziet het dan ook ronduit wisselvallig uit. En zijn er weer perioden met regen. We zien ook dat blauw, de neerslag die over ons land trekt van tijd tot tijd. Hoe ziet het er dan verder uit? Nou, laten we toch eerst eens even naar die neerslag kijken. Die zaterdag die is dan droog, maar de dagen erna een grote kans op regen. Over het algemeen zo rond de 75%. Aan het eind van de week dan een kleinere kans. Maar ook die week daarna ziet er nog steeds wisselvallig uit. Ik kan u dat zo mooi gaan laten zien in de weerkaarten. Laten we eerst maar eens naar de luchtdrukafwijking gaan kijken. Van 8 april tot en met 15 april. U zag dat net ook al in die weerkaart. Een krachtig hoge drukgebied ten westen van Spanje. De lage druk in het noorden van Europa. Ja, en dan kan het niet anders. Dan heb je te maken met een westelijke stroming. En in deze tijd van het jaar een westelijke stroming betekent ook dat de aangevoerde de lucht vrij zacht is. We hebben dan ook wel te maken met hogere temperaturen in die week. Maar ook met neerslag, want met die westcirculatie komen die storingen dichterbij. Dus ook komende week ziet het ernaar uit dat we toch weer te maken gaan krijgen met een natter weerbeeld dan gebruikelijk voor april. April, ja, een van de droogste maanden van het jaar. 10 tot 30 millimeter, het zou zomaar weer kunnen dat we meer gaan vangen dan gebruikelijk. Gaan we naar de week daarna kijken, 15 april, 22 april. Dan zien we dat de lage druksituatie boven Noord-Europa nog steeds wel aanwezig is, maar ook wat meer naar Centraal-Europa opschuift. En de hoge drukafwijking die vinden we nog steeds wel terug boven de oceaan. Maar als u goed kijkt, lijkt dit zelfs wat meer richting een noordwestcirculatie te gaan. En dat betekent dat je nog steeds met onbestendig weer rekening moet gaan houden. En dat niet alleen, temperaturen komen dan ook wat lager uit. En dat zien we ook terug in de weerkaarten. Boven Nederland zien we eigenlijk niet een afwijking van betekenis. Wel boven de Noordzee. Ja, dat is allemaal goed mogelijk met zo'n noordwestelijke stroming als die wat dominanter gaat worden. De echt warme lucht die zoeken we helemaal boven het noordoosten van Europa. En ook in het zuiden van Europa is het wel wat warmer dan gebruikelijk, dankzij de hoge drukinvloed die daar aanwezig is. Ja, en met de noordweststroming moeten we er misschien ook wel rekening mee houden dat er toch van tijd tot tijd wat regen vanaf de Noordzee onze kant op komt. Buien, we zien nog steeds dat ook die week, 15 april tot en met 22 april, wat natter lijkt te gaan verlopen dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De volgende stap, 22 april, 29 april. Dan zien we wel wat anders. Dan zien we heel duidelijk hoge drukinvloed boven de Noordzee en boven Noordwest-Europa. Nederland ook onder invloed van hoge druk. En dat betekent stabilisatie. Kunnen we dat terugzien? Nou, qua weerkaarten wel. Nog steeds zacht, want vanuit het zuiden kan je dan wat zachtere lucht onze kant op krijgen. Oosten, zuiden, dat is allemaal goed mogelijk. Groot deel van Europa, eigenlijk bijna heel Europa, heeft te maken met hogere temperaturen. Maar wat ook wel fijn is, als deze kaart uit gaat komen, dat we een week krijgen die echt wat droger gaat verlopen. Persoonlijk snak ik wel naar een paar dagen gewoon droog weer achter elkaar. Want ja, bijna iedere dag valt er wel neerslag. Nou, mogelijk dat we dat aan het eind van de maand gaan meemaken. Dan zien we duidelijk wat droger weer dan gebruikelijk, dankzij die invloed van een hoge drukgebied. Gaan we dat samenvatten, dan denk ik wel dat de komende 2 weken toch echt nog wel wisselvallig zullen gaan verlopen. Eind van de maand zien we wel stabilisatie. Dat beeld zie ik ook nog terug in de eerste week van mei overigens. Dan blijft ook die hoge drukinvloed aanwezig volgens deze trendkaarten. En verder, ja, eigenlijk weinig extremiteiten. Geen krachtige hoge drukgebieden, geen diepe depressies vooralsnog. En ook ja, geen andere extremiteiten in temperatuur of neerslag. Behalve dan dat de komende 2 weken nog steeds natter zullen gaan verlopen dan gebruikelijk. Fijne dag.